Er komt op de nog leegstaande locatie van wat vroeger de C1000 was. Daar gaan we zijn we voornemens om dat pand te gaan kopen. Afhankelijk van de besluitvorming door de raad. College is in ieder geval positief. En het idee is dat daar onder andere Oud-Zoeterwoude in gehuisvest gaat worden. Nou heeft de gemeente op dat plein nog een pand aangekocht. Dat wordt maandag gesloopt, het pand waar de Chinezen in zat. Wat gaat er nou gebeuren als het gesloopt is? Op dit moment, voor de korte termijn, wordt het dichtgetegeld. Waar we het al vaker hier in de raad over gehad hebben. Er zijn allerlei sessies waarbij met eigenaren, winkeliers gesproken wordt over een optimale invulling. Daar zijn ideeën over, maar dat gaan we niet als gemeente zelf naar ons toe trekken. We gaan kijken op welke manier dat het beste opgepakt kan worden. Dus er gaat wat komen, maar wat dat is, dat weten we nog niet. Het zal in ieder geval een aanvulling zijn op het bestaande bestand. Wat het wordt, ja, dat moeten we afwachten. Moeten de inwoners van Zoeterwoude bang zijn dat de gemeente de grond verkoopt omdat ze niks kunnen bedenken en dat er een hele grote flat komt? Dat is niet de opzet, dat is niet de bedoeling en daar ga ik ook niet voor. Er wordt al genoeg gebouwd in Zoeterwoude en die plek die zal niet wat mij betreft beschikbaar worden gesteld voor een hoge torenflat of een klein appartementengebouw of wat dan ook. Die zal iets moeten toevoegen aan het bestaande voorzieningenbestand, waardoor samen met de aankoop die we als gemeente voornemens zijn te gaan doen, er een versterking gaat plaatsvinden van het winkelgebied met de voorzieningen die er zijn.